Ja, oké, een beetje verrast, maar toch niet wat te zeggen. Het is die we niet kennen, die dan vooraan staan. We kennen hem toch ook. Hij had zijn paard goed in topconditie, in goede vorm en heeft gewoon goed gereden. Hij was vrijdag de enige dubbel nul, of nee, er waren twee dubbel nul. Maar hij stond dan ook goed in het jachtparcours en nu heeft hij een fantastisch finaal gelopen met de 4-0. Dus eerst ronde waarschijnlijk een beetje die stress. En met die fout die Louis doet, heeft hem iets aan de rand kunnen nemen. Dus dat maakt een groot verschil natuurlijk. En hier zien we nog eens de eindstand. Jan Vinkiers met 9.1 met Cobalt en dan Ludo Filippaerts. Rudy Huysen op 3, inderdaad. Die heeft de bronzen medaille voor Jos Lansing, die valt net naast het podium. En Gilbert er ook op 5 van Patrick McKenty. Zal hij blij zijn met zijn zesde plaats? Ja, hij zal wel toch. De laatste omloop van Jan Vinkier, de kerstverse Belgische kampioen. De Belgische kampioenschap zit er in 2011. Zou je dit zelf verwacht hebben? Ja, nee, zo verwacht. Misschien niet verwacht hebben, maar... Niet, maar als je dit op 3 dagen presteert, dan ben je toch dik verdiend winnaar. Oh, ja, daar is geen twijfel aan. Hij was gewoon de beste dit weekend, punt aan de lijn. Dat is, ik zou niet zeggen het beste gereden, hij heeft het best gedaan van allemaal. Hoe zwaar telt zo'n Belgisch titel mee? Ja, ik bedoel, is toch... om naar andere wedstrijden te gaan, word je dan anders onderhaald? Ja, ik denk, hij zal toch wel een paar selecties meer krijgen. We weten dat hij toch de lijn kan houden op een driedaagse toernooi met toch vrij moeilijk een jachtparcours. De eerste dag een Barima, twee maandjes, tweede dag een dag rust en dan twee maandjes de derde dag. Dus men kan op zo'n ruiter al zijn steun vragen en hij heeft ervaring genoeg. Dus hij zal waarschijnlijk nog dit jaar en zeker volgend jaar toch een paar selecties krijgen voor een belangrijke CCO's of CCA's te plaats te verdedigen. Dus nee, dat is heel goed. Nee, oké, Belgisch kampioen is toch een visitekaart, dat is een pluspunt. Inderdaad. Tweede plaats in dit Belgisch kampioenschap. De prestatie van Jan Vinkiers. Hier nog eens die dubbelsprong. Dan mag hij over de muur en toen wist hij dat hij Belgisch kampioen was. Kijk maar, applaus overal. Dat zijn heel goed gereden. Tweede ronde, echt professioneel gereden. Alles op de puntjes. Ondertussen zijn we begonnen met de ceremonie protocolair van het kampioenschap. Rudy Huysen opnieuw als eerste binnen, maar dit keer wel als bronzen medaille. Derde plaats voor Rudy Huysen en Ludo Filippaerts. Die is tweede geworden met de Sassa. En dit is de nieuwe Belgische kampioen Jan Vinkier. Opnieuw een Belgisch reden glimlach op het gezicht. Afstamming van Major de la Cour met een Jalisco moeder. Netjes op de rij, Jan Vinkier in het midden. En zo hoort het op het podium nu. Hij zal een beetje verlegen zijn, hem kennen we. Ja. Hij is een beetje een verlegen jongen. Van België is in 2001 om plaats te nemen. De jongens die hadden van de vader vast. En uw naam van ons gaat naar dit trio. John Vinkier, Dino Filippaerts, Rudy Huysen. Jan Vinkier nu hogere ambities koesteren. Jan Vinkier. Ja, dat denk ik. Ook op internationaal.